Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is maandag 8 augustus 2022. Lloyd Groenoot is mijn naam. En tot 9 uur presenteer ik u het actualiteitenprogramma via Radio SRS Suriname. En hopelijk hebt u al een heel goed weekend achter de rug. Bent u natuurlijk ook heel goed uitgerust om weer een hele grote bijdrage te gaan leveren aan de opbouw van ons geliefde Suriname. En dat moeten we met z'n allen, hè. Nou, wat gaan we vandaag doen? Een beetje de actualiteiten met u doornemen. Ik denk dus dat er later ook een schrijfster komt van een boek Surinaamse Marons vertellingen. Het ziet er heel prachtig uit, hoor, dat boek dat ik hier bij me heb. Dus later verwachten wij deze mevrouw op bezoek. We gaan ook even bellen met wat mensen, want er spelen wat zaken in de gemeenschap. Onder andere dat van een baby die wederom is overleden, hè, op de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. We willen daarover even zo meteen ook bellen. We hopen de minister van Volksgezondheid aan de telefoon te krijgen. We gaan aandacht besteden aan dat van ons kiesstelsel. Vandaag gaan we er misschien niet al te breedvoerig op in, maar ik hoop dus woensdag in de uitzending dan iemand hier bij ons te hebben die ons wat meer inzicht daarover zal geven. Ik weet dus dat mevrouw Esset dat verzoek had gedaan aan het Constitutioneel Hof. En ja, de bal ligt nu op de helft van op de speelhelft van het parlement om dus dat te gaan behandelen. Ik denk dus dat er een behoorlijk debat wordt in het parlement daarover. Want ja, mevrouw Esset heeft aangegeven dat dus niet alleen dus die artikelen die dus zijn geschrapt behandeld moeten worden verder, maar ook dus hoe dat met de kiesregeling zit, eigenlijk naar die hele grondwet gekeken zal moeten worden wat dat betreft. Dat van de koersen baart ook zorgen. De Nationale Assemblée heeft zich daarover ook gebogen. De mensen hebben daarover hun reacties gegeven, de diverse assembleeleden, en hun bezorgdheid uitgesproken over de koersontwikkeling. Natuurlijk ook dat van die douanekoers die aan het stijgen is. En natuurlijk ook voor de importproducten of invloed daarop heeft, dat die dus aan het stijgen zijn. Laten we kijken of we de minister van Volksgezondheid aan de telefoon kunnen krijgen, minister Amar Ramadin. Ik heb begrepen dus dat hij ook is langs geweest bij de familie. Hij heeft dus medeleven getoond met de ouders van Isabella van der Leuf. En ja, weet dus dat de mensen natuurlijk zeer geschokt zijn om het heen gaan van deze baby. Lukt het? Hij belt zo terug. Oké, laten wij dan even afwachten. Maar in elk geval komt er een onderzoek, zoals hij dus heeft aangegeven, de minister heeft aangegeven. En naar aanleiding van dus het heengaan van dus de baby's. Maar laten we even gaan luisteren naar die quote van de minister daarover. Wat de maatregelen zijn die onder andere ook getroffen zullen worden voor wat betreft de hele gezondheidszorg. Die zich de afgelopen periode, en niet nu, maar altijd al hebben voorgedaan, omdat we weten dat ook op de SCH bepaalde systemen, bepaalde processen soms vertragend kunnen werken. Ook de rol van de huisarts, de rol van de familie, de rol van de mensen die begeleiden, de dingen, die moet ook bekeken worden. Om de acute problemen in de gezondheidszorg op te lossen, wordt er 100 miljoen SCD ter beschikking gesteld aan de ziekenhuizen. Ook de spoedeisende hulp zal hiervoor in aanmerking komen. Minister Ramadin geeft aan hoe het geld besteed zal worden. Wij hebben gezegd dat de middelen ingezet gaan worden om een acute tekorten die bestaan binnen de zorg. Dat praten we over medicatie, verbruiksartikelen en equipment. Dat wij gaan kopen, centraal gaan inkopen. Op basis van de aangegeven behoeften welke ziekenhuizen hebben. En we hebben dus alle, wat hebben we gedaan? We hebben een inkooptaskforcegroep gemaakt met alle inkopers van alle ziekenhuizen. We hebben ze bij elkaar gebracht. Ja, dat was minister Amar Ramadin, een quote, een korte quote van de minister met betrekking tot dus ja, dat van het onderzoek. En natuurlijk ook de maatregelen die er getroffen zullen worden
om in feite de gezondheidszorg uit de erbarmelijke situatie te halen waarin het zich nu bevindt. U weet dus, er is natuurlijk sprake van onderbezetting. De financiering is een heel groot probleem. Brain drain die er speelt. En dat zijn zo enkele van de zaken die er spelen in de gezondheidszorg. We hebben dat van mevrouw Esset, zoals ik al aangegeven, met betrekking tot de kiesregeling. En meester Esset, meester Munslag Esset, is zeer ingenomen met dus het standpunt van ook de regering in deze. U weet dus dat het in ook de verkiezingsprogramma's van de VAP was opgenomen, dat men dus naar deze kwestie zou gaan kijken. En nu is de bal op de speelhelft van de Nationale Assemblée om zich daarover dus te gaan buigen. We gaan even naar meester Esset luisteren. De belangrijkste overwegingen waren betroffen de vraag of het kiesstelsel overeenstemt met de eisen, dan wel de criteria zoals hoe de verdragen die verschrijven. Dan gaat het met name dan om het verdrag in zaken burger en politieke rechten, waarbij heel expliciet is opgenomen dat het kiesrecht op basis van gelijkwaardigheid dient te worden uitgeoefend. En is het Hof tot het besluit gekomen dat daar geen sprake van is. En dat er dus inderdaad een strijdigheid is tussen de kiesregelingen. En dan gaat het alleen om de bepalingen over de zetelverdeling. Strijdigheid tussen die bepaling en die desbetreffende verdragen die ik zojuist genoemd heb. En op het moment dat het constitutioneel Hof oordeelt over strijdigheid, als dat de constatering is, het besluit, dan is het recht gevolgen daaruit voortvloeit dat die bepaling onverbindend is. Dat betekent dus dat de bepaling in de kiesregeling over de zetelverdeling nu geen rechtskracht meer heeft. Dus vanaf dit moment bestaat er nu gewoon niks over zetelverdeling. De bal is volgens haar nu op de speelhelft van de Nationale Assemblée. Die zich zal moeten buigen over een nieuwe wijze van zetelverdeling. Maar ik hoop dat het parlement niet alleen dat meeneemt, maar het heel kiesstelsel dan direct onder de loep gaat nemen. Zich gaat buigen over vraagstukken over onder andere decentralisatie. Dat praten we dan over de DR-leden, RR-leden. Werkt dat systeem wel? Toch, hoe moet die zetelverdeling eruit gaan zien? En dat allemaal tegen de achtergrond van die democratie, van de beleving van de democratie in Suriname. Dat is waar het parlement zich nu over gaat moeten buigen. En eigenlijk de belofte die zoveel keren is gedaan, dat er een herziening komt van niet alleen het kiesstelsel, maar ook van die grondwet, en dat nu daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, en dat was de advocaat meester Munslag Esset met betrekking tot dat van de wijziging van de kiesregeling. Nou, diverse politieke partijen hebben intussen ook hun reactie hierop gegeven. We lezen bijvoorbeeld via Star News vanmorgen een reactie van de NPS-voorzitter Gregory Rusland. En die zegt dus voorstander te zijn dat er een zo breed mogelijke oriëntatie moet zijn bij de wijziging van de kiesregeling. Naast afstemming binnen de coalitie moet er overleg zijn met andere relevante groepen. Er moet volgens de heer Rusland een systeem worden ontwikkeld waar brede lagen van de samenleving zich in terug kunnen vinden. En het systeem moet van dien aard zijn dat na een tijdje niet meer teruggegaan hoeft te worden naar het constitutioneel hof. Hij merkt op dat enige tijd geleden vanuit de NPS is aangegeven dat de kiesregelingen aanpassingen behoeft. We kijken even met. Het lukt niet met de telefoon? Ja, het lukt. Het plan is. Er wordt nu opgenomen. Oh, oké. Okay. Gaan we dit weer proberen? Ja. We proberen een. Hoe zit het met. Ook de heer Asabina aan de telefoon te krijgen om een reactie. En het schijnt maar niet te lukken wat dat betreft. Het is misschien dat we hem later toch weer even kunnen proberen. We gaan bellen met de heer Erland Sleur. We hebben ook met hem een afspraak. Omdat ik dacht dat ProBios vandaag een bezoek brengt aan de minister van ROM. Dat is Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dat is minister Silvano Tjonahin. En we zijn toch wel benieuwd wat
de achterliggende gedachte is van het bezoek aan de minister, aan het ministerie. De heer Sleur gaat ons dus daarover wat meer vertellen. En ik denk dus dat dit ook te maken heeft met de dag der inheemsen morgen. En ja, het lukt nog niet. Ja, we proberen zo dadelijk weer. Laten we naar een ander onderwerp gaan. En dat heeft te maken met die koersontwikkeling in ons land. Hè. Bart nogal zorgen. En in het parlement hebben de assembleeleden daar ook voor hun mening uitgesproken. We gaan naar de reacties luisteren. In het parlement heb ik concrete voorbeelden gegeven van hoe we het konden aanpakken en oplossen. De regering heeft daar niet voor gekozen. De regering kiest voor een ander pad. Maar het ander pad betekent dat vandaag aan de dag, als jij niet 4000 SRD hebt, kom je niet uit met het kopen van voeding. En heb je meer dan 4 of heb je 6 kinderen, dan heb je max 9000 SRD nodig alleen om die kinderen eten te geven. Weet je hoe erg dat is, regering? En ik vraag elke keer, regering, wat doet u aan de prijzen van de primaire goederen? Ik denk niet eens aan een televisie nu. Ik denk niet eens aan een auto nu. Maar aan voeding. En ik ga het blijven zeggen, regering. Hier krijgt u een dikke onvoldoende. Want u doet er bitter, bitter weinig aan. We zien een verontrustende koersontwikkeling. En ik zou nu willen spreken over exponentiële stijging. Omdat ik denk dat de trend daarvoor te kort is. Maar desalniettemin zien we een zeer zorgwekkende toestand met betrekking tot de koers. En we weten dat niet alleen maar de regering daarvoor verantwoordelijk is. We weten dat er een aantal spelers zijn, zoals de cambio's, de banken en de Centrale Bank van Suriname. Aan uw regering vraag ik, hoe gaat u deze toestand beheersen? Hoe gaat u die brengen naar de samenleving? Hoe gaat u dat uitleggen aan de samenleving? Hoe gaat u die samenleving opvangen en hoe snel gaat u dat doen? We hebben gemerkt dat de afgelopen dagen de koers toch wel wat sprongen heeft gemaakt naar boven. En ik denk dat het goed zou zijn van het ministerie van Financiën, van de regering, om aan ons uitleg te geven wat de grondslag daarvan ligt. Maar verder, nog belangrijker, welke maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen om die koers te gaan stabiliseren. Want terwijl we armoedegrens bepalen, terwijl wij praten over het beheersen van prijzen en dergelijke, als die koers loopt, dan zullen we dat niet kunnen doen. Dus dat ligt aan de basis. Ik weet nog dat er een tijd is geweest, en ik weet nog dat nu gebeurt, waarbij wekelijks diverse autoriteiten die verbonden zijn aan het financieel beheer, regelmatig bij elkaar kwamen. Om met elkaar afstemming te plegen voor de zaken, de activiteiten die moeten plaatsvinden om natuurlijk te zorgen dat die koers stabiel blijft. Volgens Centrale Bank-governor Maurice Roemer heeft de stijging van de wisselkoersen te maken met een grote mate van onzekerheid op de markt. Maar volgens hem is er geen reden voor een stijging. Op grond van rekenmodellen van de Centrale Bank kunnen we zeggen dat als de koers nu, zoals wij vernemen, richting 25 en hoger gaat, dat we zeggen jammer, omdat wij denken dat de kopers dan te veel betalen, dat de koers dan is overgewaardeerd. Volgens minister Albert Ramdin van Bibes heeft de koersontwikkeling de bijzondere aandacht van de regering. Door vele van uw leden zijn genoemd de kwestie van koersontwikkeling. En tegelijkertijd gerelateerd daaraan hoe de koopkrachtsituatie van de bevolking. Wil ik meegeven dat het de bijzondere aandacht heeft van de regering. De urgentie is duidelijk begrepen. Er zijn gesprekken gaande met experts met betrekking tot inflatiebeperkende maatregelen. De koersontwikkeling en ook de koopkrachtversterkende maatregelen. Die gesprekken gaan gewoon door. Ja, en dat was minister Albert Ramdin van Bibes
over de koersontwikkeling. En het heeft dus alle aandacht van de regering om dus die koers te gaan aanpakken. En ja, ook de prijsontwikkeling natuurlijk weer tot een aanvaardbare proportie te brengen. We gaan naar de heer Sleur. We hadden dus met hem ook een afspraak. Want hij gaat vandaag dus naar de minister van de Ruimtelijke Ordening en Milieu, minister Silvano Tjonahun. Is hij er al? Is hij al in de uitzending? Ja, goedemorgen meneer Sleur. Goedemorgen Lloyd, goedemorgen uiteraard. Ja, alles goed met u? Ja, hele drukke tijd achter de rug. Maar ja, alles, persoonlijk gaat alles goed. Maar met onze bossen en onze natuur gaat het natuurlijk niet goed. Dus ja, waar moet ik beginnen? Wat gaat er mis met onze bossen? Wat is er mis met onze bossen, meneer Sleur? De mens. Al die ontwikkelingen die men vooruitgang noemt en economie moet stimuleren. En dan praat ik in dit geval over de Amazonebossen, waar Suriname ook bij hoort. Ja, die staan onder grote druk en Probios is onderdeel geworden van een grote Amazone organisatie dat FOSPA heet. FOSPA staat voor Forum Social Pan-Amazonico. En dat heeft het doel om alle middelen die nodig zijn via netwerken en organisaties die in de Amazone belangen hebben, belangen in het voordeel van de Amazone natuurlijk, niet voor het vernietigen, om die bij elkaar te brengen en zodanig te mobiliseren dat wij ons krachtig gaan maken. En we hebben afgelopen week hebben wij een conferentie gehad in Belém, een hele grote conferentie, waarbij alle Amazonelanden aan meededen. Bolivia, Peru, Colombia, Ecuador, Brazilië, Venezuela en voor het eerst ook Suriname en nog een paar andere landen. En ja, dat was aan de ene kant een hele sterke statement, want we begonnen met een grote manifestatie. Echt gigantisch, iedereen met vlaggen, banners, leuzen, trucks die allerlei verklaringen aflegden van dat de Amazone kapot is, dat het aan de brand is, de Amazone moeten beschermen. En natuurlijk is de Amazone het grootste regenwoud ter wereld en men noemt het ook wel de longen van de aarde, maar het is niet alleen voor zuurstof, het is niet alleen maar voor CO2-opslag, het is ook de rijkste biodiversiteit ter wereld. En daar wonen ook heel veel inheemsen. Die, je kan zeggen, sinds de komst van de kolonisten uit Europa, het begon natuurlijk met Columbus, dat de inheemsen verbrommerd zijn geworden, vermoord zijn geworden en eigenlijk gemarginaliseerd. En tot op heden zie je dus dat er de vraag en de hebzucht naar grondstoffen, vooral goud, hout en soja, dat men die grond wil inpikken. Dat laatste stukje wat nog over is gebleven, waar de laatste inheemse groepen nog leven, of gemeenschappen bedoel ik. En dan, ja, dan zit je af te vragen van hoe kan dat 2022 met de Verenigde Naties, die de inheemse zoveel rechten hebben gegeven via allerlei verdragen, die de landen ook hebben getekend. En dan zie je dus dat zij die de bossen nog willen beschermen, dat die gewoon nog steeds in de verdrukking staan. Een heel belangrijk feit is dat 90% van de ongerepte bossen op deze planeet, dat die bewoond worden door de inheemse. De rest is bijna al vernietigd. Dus het geeft aan van hoe belangrijk de inheemse zijn voor het behoud van de bossen, van de natuur, van schoon water en noem maar op. En als je dus die weg haalt, dan is het gewoon afgelopen, Lloyd. Het is gewoon afgelopen en daarom heeft FOSPA nu de noodtoestand uitgeroepen voor de Amazone. Vanuit een verklaring die wij hebben opgesteld. Het is echt niet zomaar opgesteld. Het is avondwerk geworden, heel vroeg weer opstaan. En in die 4 dagen dat we daar bezig zijn geweest met workshops, is deze verklaring samengesteld door alle landen die de Amazone eigenlijk, die verantwoordelijk zijn voor de Amazone.
En mijn regering, mijn organisatie Probios, samen met nog een paar andere organisaties zoals Hulokot van de Wayanas en de organisatie Klin, Kalinja Lokono, inheemse van beneden Suriname, van Jona Gunter, voorzitter Jona Gunter, die hebben hieraan geparticipeerd en Vospa Suriname, dat nu entiteit is binnen het grote Vospa, uitgedragen daar in Belém en we zijn ook warm onthaald met, je kan dat zeggen, met alle benodigdheden die naar ons toe zijn gekomen in de zin van dat men beseft van hoe belangrijk het is dat alle landen hieraan participeren die de Amazone uitmaken. Suriname, ook al zijn we klein, zijn een belangrijk onderdeel van de Amazone. Ja, besloten is om vandaag de declaratie te overhandigen aan de minister. Is dat de bedoeling? Ja, dat klopt. Ik heb even natuurlijk een dagje rust nodig. Want het was een zeer energerende tocht over de weg. 2-3 dagen ben je dan onderweg. Echt constant aan het reizen. Dus ondertussen hebben we het contact gelegd. En met minister Tjana Heen van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Die heeft meteen zijn medewerking toegezegd om de verklaring in ontvangst te nemen. We hebben ook via de heer Ronnie Aluma, die ook een goede vriend van ons is voor het milieu, die hebben we gecontact om te kijken of er op korte termijn nog met de DNA gesproken kan worden en die declaratie ook daar aan de voorzitter van de DNA, de heer B, te overhandigen. Het is kort dag en vooral omdat morgen de dag der inheemse is, vonden wij het wel belangrijk om het allemaal voor die tijd nog te doen om een goede statement te maken naar morgen toe. En we hebben helaas nog geen antwoord gekregen van de DNA, maar Ronnie Aluma heeft wel toegezegd dat hij op het ministerie van Ron zal zijn zelfs, om desnoods namens zijn fractie of namens zijn, ik weet niet of hij het namens de DNA kan doen, maar om dan de verklaring ook overhandig gekregen te krijgen. Dus dat is een heel goed moment, denk ik. En wij hopen dus dat het niet hier alleen bij blijft, dat er bij het overhandigen, maar dat men serieus gaat kijken naar de noden van onze bossen, van onze inheemse, van onze dieren en ons water. Vroeger konden we gewoon naar de rivier drinken, maar nu zijn al onze rivieren onsmerig met vuil. Dus er is heel veel aan de hand en vele mensen in de stad die zijn zich daarvan niet bewust. En natuurlijk, je hebt ook heel veel mensen die daarvan profiteren. Goudzoekers en houtkap en nog andere zaken die daar plaatsvinden die niet gezond zijn voor onze bossen, niet gezond zijn voor ons milieu, niet gezond zijn voor onze gezondheid. Dus het is allemaal korte termijn denken. En vooral met de toestand van de wereld nu, waarbij climate change een duidelijker gezicht krijgt, met extreme temperaturen, grote bosbranden ook binnen onze regenwouden van de Amazone, door grote droogtes, extreme droogtes, rivieren die droogvallen. De twee na grootste rivier van Zuid-Amerika, de Paraná rivier, die is al bijna drooggevallen. En je kan je niet voorstellen dus dat dit uiteindelijk ook met onze Amazone rivier zou kunnen gebeuren als de ontbossing op zo'n manier doorgaat. Want het droogvallen heeft te maken met regenval. Je onderbreekt namelijk de kringloop van water, waarbij er water verdampt wordt door de bomen. Die trekken het water uit de grond en je krijgt wolkvorming. En dat regenwater, of in andere vorm, valt weer elders neer. Dus die kringloop heb je. Maar als je die bossen weghaalt, dan breekt die kringloop. En dan krijg je grote droogtes, je krijgt woestijnvorming. En dat kan je niet meer 1, 2, 3 herstellen. Ook niet met een paar bomen die je gaat planten, want het gaat om triljoenen bomen. Het gaat om heel veel bossen. En dus als jij nu 1 miljoen bomen gaat planten, dan heb je ook niet eens een minimale fractie van het geheel herbost of hersteld. En ja, ik zie, we hebben
We zijn naar Belém geweest. Belém is nu de hoofdstad van Amapá, maar ook van Fospa geworden. Daar is een hoofdkwartier gevestigd. En ik heb bosaanplant gezien, maar een en al eucalyptus, kilometers achter elkaar. En dat is geen biodiversiteit. En die eucalyptusbomen worden weer geplant voor allerlei productiedoeleinden. Dus die worden geplant om weer geoogst te worden. Dus het is een, ook een vorm van bedrog eigenlijk naar mensen die in zulke projecten denken te investeren op een duurzame wijze. En via dit document, deze verklaring, deze declaratie van FOSPA, proberen wij duidelijk te maken dat wij niet tevreden meer zijn met alles wat er gebeurt om onze bossen zogenaamd te beschermen. De regeringen moeten zich duidelijk aan afspraken, aan verdragen, aan klimaatverdragen, aan biodiversiteitsverdragen gaan houden. Want die hebben ze getekend, maar het blijkt elke keer weer dus dat wij dat de mens kiest voor economie, voor geld en die hebzucht gaat weer overheersen. En ik moet heel... Sorry, Luid, ja, wat zei je? Ja, ik heb een... Ik wil toch wel een vraag. Hoe zit het? Want ja, het beeld is dus dat wij toch hier onze bossen op een of andere manier hebben beschermd. Valt het, zeg maar, voor ons nog te redden, meneer Sleur? Er valt altijd wat te redden als de mens dat wil, als de politiek dat wil, als onze beleidsmakers dat willen. Als men die hebzucht kan beheersen, dat wij gaan beseffen dat wij eigenlijk op een doodlopend spoor zijn als wij op deze manier doorgaan. Want als je nu ziet wat er in korte termijn vernietigd is geworden door goudwinning, door houtkap en andere projecten, en dan praat ik in dit geval alleen over Suriname, dan is het triest dat wij met een landje van 600.000 inwoners zoveel vernietigd hebben. Dus de ontbossing per capita, per hoofd van de bevolking, is gigantisch groot in Suriname, al lijkt het niet veel. Dus Brazilië is een land met 200 zoveel miljoen inwoners. Nou, daar gaat het natuurlijk een stuk harder. Maar als wij ook nog de deur open gaan zetten voor garimpeiros en allerlei buitenlanders die ons land niet waarderen. Suriname is een land geweest vanaf dat wij een parlementaire regering hebben gekregen in 1954, als ik me niet vergis. En dat wij ernstig bezig waren met natuurbehoud en natuurbescherming. Suriname was voor deze regio gebied met vergevorderde, progressieve natuurbescherming. Wij waren een van de eerste landen in deze regio met natuurreservaten, met een duidelijk beleid om de natuur te beschermen. Maar dat is helaas sinds de onafhankelijkheid helemaal weggevallen en het wordt verder gedegradeerd, al deze natuurbeschermingswetten. En men durft vaak ook te zeggen van ja, Suriname heeft geen natuurbeschermingswetten, we hebben nieuwe wetten nodig. Dat is allemaal lari. Het is echt, het klopt niet. Wij hebben al hele goede natuurbeschermingswetten. Alleen de mensen die anders willen, die proberen het niet voor te doen, alsof wij die wetten nog niet hebben. Vandaar dus dat deze excessen van ontbossing, van goudwinning, van kwikgebruik, van vervuil van water, van het vergiftigen van de mensen in het binnenland, dat ze daarom niks tegen kunnen doen. En dat is natuurlijk heel erg misleidend naar onze gemeenschap toe en eigenlijk kan je bijna zeggen crimineel. Goed, meneer Sleur, mogen we u bedanken. We zullen later ook aandacht besteden aan dus de overhandiging aan de minister van Rom. En dan spreken we elkaar verder. Heel hartelijk dank. Dank je wel, Lloyd. En een hele fijne dag. Dank je wel. Dank je wel. Dat was Erland Sleur van ProBios. En er wordt dus later op de dag ook de declaratie overhandigd aan minister Silvano Janahin van ruimtelijke ordening en milieu. En dan zullen wij ook aandacht aan besteden. Nou, nog steeds de koffiepraat op deze maandag. En we zien nog wat berichten langskomen hoor. Er is bijvoorbeeld een toename van koorts, braken en diarree. Veroorzaakt door een virus, denk ik.
onder kinderen. Het academisch ziekenhuis Paramaribo bijvoorbeeld, de spoedeisende hulp, is daarmee geconfronteerd geworden. En de kinderartsen hebben dit ook gerapporteerd aan het ministerie van Volksgezondheid. De verschijnselen zijn door de buikgriep. Kunnen een of meerdere van de volgende verschijnselen optreden. Plotseling en heftig braken. Waterdunne diarree, misselijkheid, buikpijn en krampen, koorts en hoofdpijn. Uw kind kan uitdrogen als het niet genoeg drinkt. Vooral kinderen jonger dan 2 jaar kunnen snel uitdrogen. Nou, ik denk dus dat wij hier ook verdere aandacht aan moeten gaan besteden. Ik had zo gehoopt dat we minister Ramadan aan de telefoon konden krijgen, maar het lukt maar niet. Dus we gaan verder. Er zijn ook gasten. Ik zei het al, we zouden een schrijfster hier krijgen, Makida Daniels, dacht ik, van het Surinaamse, van Surinaamse Marons vertellingen. En die hopen wij dus zo dadelijk ook te interviewen hier tijdens het programma De Koffiepraat. We pakken even een break en zijn zo dadelijk bij u terug. Tot zo. Welkom terug bij de Koffiepraat en intussen is aangeschoven mevrouw Daniels. Mevrouw Daniels, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een genoegen om u vandaag hier bij ons te hebben. Ik zei het eerder in het programma, een prachtig boek heb ik hier in handen. Surinaamse Marons vertellingen. Vertel ons, hoe is het idee ontstaan voor dit boek? Goedemorgen nogmaals, luisteraars. En dank u wel dat ik hier mag zijn om over mijn boek te praten. Yes. En ja, het is begonnen met jeugdsentiment. Mm-hmm. Toen ik emigreerde naar Nederland en heimwee kreeg over Suriname, dacht ik van, ik moet iets hebben dat tastbaar is. Ik moet een anker hebben waaraan ik me kan vastklampen om door die heimwee heen te komen. Ja. En in mijn jeugd gingen we vaak naar het binnenland. Ik ben in Mongotapo geboren, maar opgegroeid in Paramaribo. Ja. En elke grote vakantie gingen we daar met z'n allen nichtjes en neefjes naar een Mongo. Mm-hmm. Naar het kostgrondje van, kostgrondje van mijn grootmoeder. En elke avond was het een festijn, want dan was het Mato. Mm-hmm. En Mato staat voor vertellingen. Mato in het Okanisi staat voor vertellingen, ja, sprookjes. En elke avond dan zat mijn grootmoeder heel bevlogen te vertellen over Anansi en prinsessen. Mm-hmm. En allerlei mooie, mythische dieren kwamen daar voorbij. En die hing natuurlijk aan de lippen. Ja, alle kleinkinderen hingen aan de lippen. Mm. En wat ook zo geweldig is aan de Mato, is dat het een opvoedingstool is. Het is leli angakia in het Okanisi. Dat is leren en opvoeden. Mm-hmm. En het zijn verhalen met de moraal. Yeah.
Dus als jij, als u wat bijvoorbeeld wat je had gedaan toen je kleine jongen was, dan kon het zijn dat u een pak voor uw broek kreeg. Ja. Maar dan was het ook zo van dat in de avond dat uw grootmoeder dan zei van jongen kom hier en roep de ander bij elkaar, want ik ga jullie een levensles vertellen. En dat is de matto. Ja. Ja. Goed, en de verhalen die u allemaal in dit boek hebt, hoe zijn die ontstaan? Waarover gaat het precies? Vertel ons meer. Nou, de verhalen zijn, ik heb ze verzameld. Ik ben begonnen in 2012. Toen had ik twee verhalen die ik me nog goed kon herinneren. Dat is Anansi en de prinses. Ja. Dat is een favoriet van me, van Weilen, mijn grootmoeder. Okay. En Lince, dat was het favoriete verhaal van mijn zus. Okay. En het was zo mooi om die dan weer aan mijn kinderen te vertellen en dat over te dragen aan ze, maar ze ook op te schrijven. En dat willen delen met de rest. En de andere verhalen, die zijn verhalen die ik verzameld heb. Mm-hmm. Dus ik heb mijn vader gevraagd, mijn moeder en andere ouderen in de gemeenschap. Ja. Waaronder meneer Mozes. Mm-hmm. Die heeft is meneer Mozes? Meneer Mozes is theatermaker, maar ook cultuurkenner bij de Marons. Mm-hmm. En hij heeft me enkele verhalen gegeven. En zo heb ik die 18 verhalen verzameld. Ja, en het is een boek geworden van 119 pagina's. Ja. Ja, geweldig. Goed, wat wil u hiermee bereiken? Voor wie is het boek bestemd? Dat boek is voor iedereen. Mm-hmm. Het is voor jong en oud. En wat ik ermee wil bereiken is dat we... want de Matto-vertellingen is cultureel erfgoed van de Marons. Mm-hmm. En ik zeg het is van ons allemaal. Yeah. Toch? De titel zegt ook Surinaamse Marons vertellingen. Want er zijn meerdere Marons over de hele wereld. Mm-hmm. Toch? Maar ik heb dat onderscheid gemaakt tussen Surinaamse Marons. Dit zijn onze verhalen. Yeah. Die we ook als tool kunnen gebruiken om te verbinden. Mm-hmm. En dat is wat ik ermee wil bereiken. Ja. Ja. Zijn er vele Marons die schrijven? Of vindt u dat er meer moet gaan gebeuren wat dit betreft? Ik denk dat er meer moet gaan gebeuren. Er zijn wel Marons die schrijven, maar zij doen meer antropologie, veelal. Maar in verhalende vorm nog weinig. Dus ik zou wel willen dat, dat we meer gaan putten uit onze verhalen en dat we die gaan publiceren. Ja. Want als ik bijvoorbeeld, ik doe nu een opleiding Literature and Society, een bacheloropleiding. En vanwege dit boek mag ik komende semester mag ik een gastles geven over storytelling bij de Marons. Dus het is van ons allemaal, het is een Surinaams ding. Ja. Ja. Denkt u dat we deze boeken bijvoorbeeld ook meer in het onderwijs zouden moeten hebben? Absoluut. Absoluut. Ik denk dat het inderdaad, want dat is ook de bedoeling, dat, dat je ook gaat leren om dat kinderen in het onderwijs... Ja. Oh, ik heb nog een mooie. Ja, gaat u gaan. Komende woensdag bij Tori Osso, 10 augustus, om 7 uur, hebben we een workshop. Ja. En het heet Anka. Mm-hmm. Ankeren, verankeren. En dat houdt in dat alle bevolkingsgroepen hebben culturele ankers. Mm-hmm. En de matto is cultureel erfgoed, omdat het steeds is overgedragen. Ja. Dus is het gaan verankeren in de gemeenschap. En de bedoeling daarachter is dat, dat we samen gaan kijken naar onze culturele ankers als verbindingstool. En dat zorgt ervoor dat er een mate van verbondenheid ontstaat tussen iedereen. Mm-hmm. Wat is jouw culturele anker? Wat is de mijne? En als we die samenbrengen, dan leren we elkaar kennen. En dat doen we dan in deze workshop. Dat we de matto gebruiken als anker, als voorbeeld, culturele ankers. En dan gaan we een matto over die verhalen vertellen. Ja. Ja. Wat zou u bijvoorbeeld aan ouders bijvoorbeeld willen zeggen met betrekking tot dergelijke boeken voor hun kinderen? Wat is uw boodschap naar hen toe? Mijn boodschap is dat, kijk, lezen, tegenwoordig kun je op allerlei manieren lezen. Je kunt via internet lezen, je kunt natuurlijk verhalen lezen, maar je merkt dat het lezen toch wel iets achteruit gaat. De jongeren die zijn, die halen informatie overal. Maar ik zou aan de ouders willen zeggen, ga toch
stimuleer het lezen toch bij je kinderen. En u kunt met zo'n verhalenboek beginnen, u kunt met andere boeken beginnen, maar stimuleer het leven, want het lezen, want waar zorgt lezen voor? Lezen zorgt ervoor dat de creativiteit van je kind wordt geprikkeld. Mm-hmm. Het zorgt ervoor dat de taal van het kind vooruit gaat. En het zorgt er ook voor dat wanneer dat kind ergens komt, dat hij misschien niet zo netjes goed gebekt is. Mm-hmm. Dat het zo'n kind zich kan verweren. Ja. Omdat, ja, dat lezen, het lezen stimuleert dat. Mm. Ja. Geweldig. Is uw eerste? Dit is mijn eerste boek. Er komt een tweede. Daar ben ik mee bezig. Dus ik hoop dat mensen het gaan halen. Dit boek gaan halen. Je kunt hem halen bij Reditex. Mm-hmm. En bij Sanus Books. Geweldig. Ja. Goed, mevrouw Daniels, mag ik u heel veel succes toewensen? Gaat u er iets mee doen voor het onderwijs misschien? Ik hoop het. Dat is het streven. Ja. Ja. Goed. Dat is het streven. Heel hartelijk dank. Heel veel succes toegewenst met de volgende. Hebt u al een idee wat het thema dan wordt? Wordt het gewoon Surinaamse baronsvertellingen deel 2? Het wordt deel 2. Het doet het al zo goed. Ja. Waarom iets veranderen wat het al zo goed doet? Geweldig. Ja. Ook ik ga flink gaan lezen. U gaat er zeker van genieten, echt. Ook al zeg ik het zelf, u gaat ervan genieten. Het is echt mooie verhalen. Dank u wel en heel veel succes toegewenst. Dank u dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan. Dat is mevrouw Makida Daniels met een prachtig boek, Surinaamse Marons vertellingen. En ze heeft aangegeven dat het eigenlijk, ik kan bijna zeggen, die bron ervan is die matto, hè? Die matto. Goed zo. Heel veel succes verder toegewenst. Dank je wel. Nou, we zouden nog één gast hebben die ons zou moeten bellen. Ik denk dus dat ik dat contact moet leggen. Dan gaan we ook met hem even praten. Want we hebben nog een 15 minuten te gaan. Heb gezien, ik las ook dat het onderhandelingsorgaan onder leiding van de heer Maurice Hassan Khan, Rafaxur en enkele federaties overeenstemming hebben bereikt over de uitbetaling van 8% salarisverhoging. In feite is de overheid tegen het plafond van salarissen, zoals door het Internationaal Monetair Fonds is vastgelegd, maar toch is besloten de 8% uit te keren, omdat de vakbeweging niet met minder genoegen zou nemen. En de heer Michael Miskin, de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties, heeft aan Stanus medegedeeld dat de vakbeweging gaat voor 8% plus naast de 17% die eerder is overeengekomen. En hierover wordt in oktober onderhandeld, maar de uitbetaling zal pas volgend jaar met terugwerkende kracht kunnen worden uitbetaald. Afgesproken is dat de 8% eind deze maand wordt uitbetaald. De verhoging gaat in per juli. Het is nog niet duidelijk of deze maand ook de verhoging van juli wordt betaald of dat het in september zal plaatsvinden. We wachten op een telefoontje van die meneer die dus onszelf gaat bellen. En dan kunnen we met hem denk ik deze koffiepraat gaan afronden. Terwijl ik ook lees dat de Organic Movement terugkomt op straat na evaluatie, heeft de organisatie besloten de straatacties weer op te pakken. De afgelopen dagen is aan zelf-evaluatie gedaan en zaterdag wordt er een protestactie gehouden waarbij alle groeperingen een podium zullen krijgen om hun zegje te doen. Ik lees dus dat alle 51 assembleeleden zijn uitgenodigd om mee te doen aan de manifestatie. Dat zal dus op zaterdag 13 augustus plaatsvinden. Ik pak even een break en dan gaan wij even de afspraak maken met die meneer die dus was zo bellen. En dan gaan wij daarmee dan afsluiten.
We zien dat het even niet lukt met de verbinding. Dus ik denk dus dat we later in onze nieuwsuitzending dan aandacht zullen besteden aan hetgeen we nog zouden willen doen. Tot besluit van deze aflevering van de Koffiepraat. En dat heeft allemaal te maken onder andere met de dag der inheemsen morgen. We zullen in onze komende nieuwsuitzendingen dan wat gesprekken doen in verband met de dag morgen. Gisteren is er reeds een aanvang gemaakt met de activiteiten in de Palmentuin. Waar dus de activiteiten zich dus zullen concentreren. En morgen zullen er ook diverse toespraken gehouden worden in verband met de dag der inheemsen. Intussen heb ik begrepen dus dat de mensen, de inheemsen, dus niet in een feeststemming zitten vanwege de situatie waarmee zij dus geconfronteerd worden, dat hun zaken nog steeds niet, hun belangen nog steeds niet echt behartigd worden zoals zij dat wensen. U weet dus dat dat van de grondrechten speelt. En morgen zullen dus de activiteiten herdacht worden. En niet gevierd zoals men dat aangeeft. Maar goed, we zullen daarover dan in wat interviews doen. En dan krijgt u dat in onze nieuwsuitzendingen te horen. Voor wat deze aflevering van de Koffiepraat betreft gaan we het beëindigen. En voor een nieuwe aflevering ben ik bij u terug woensdag omstreeks 8 uur. Ik wens u een hele goede dag verder. En bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.